Nogmaals, bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben voor land en volk. Net hebben we het bloemenhulde gedaan. Het was een plechtig moment waarbij er lovende woorden zijn geuit richting onze voorouders. Als ik terug moet kijken naar deze dag, president, 149 jaar, dan hebben onze voorouders dezelfde strijd geleverd. Om een mooi land te maken, president. We zijn broeders en zusters. President, laten we elkaar respecteren en meku. We werken samen aan Ousefi. Wij zijn Suriname. Nog een trots, maar nog een keer naar Juno. Una Saranwang. En we gaan respecteren Ousefi. President, mijn naam is Juna Brada. Ja? Maar laten we vandaag ook hier vaststellen bij het herdenken van de Hindoestaanse immigratie. Dat wij hier niet zouden staan vandaag. Als er geen afschaffing van die slavernij zou zijn. Dus we moeten memoreren ook die afschaffing van die slavernij. En daar zie je namelijk dat de slaven die een strijd geleverd hebben tegen onrecht, maar ook de mensonterende omstandigheden van arbeid, de knechting, ze hebben strijd geleverd. Velen zijn gevlucht naar het bos voor vrijheid. En toen besloot men om die Brits-Indiërs hier te brengen. Om hetzelfde werk te doen. Zelfde werk, zelfde omstandigheden, maar misschien onder een andere naam en status. En ook daar zie je die strijd ontstaan. Heel veel strijd geleverd. En dat er ook daar geweld gebruikt moest worden om de strijd te onderdrukken. Waar vele van onze voorouders het leven gelaten hebben. En daarom moeten we herdenken en hun memoreren. Omrama, u mag blijven staan voor het volgende moment. Maar we moeten hun dankbaar zijn. Vooral die groep van onze voorouders die hier gebleven zijn. Ik ben blij dat ze gebleven zijn. Omdat als zij niet gebleven zouden zijn, zou ik vandaag hier niet zijn, zou u vandaag hier niet zijn. Raf, ik heb u mij bij dat bedrijf gedaan. Je uitzend is daar niet voor ons. Gaat die was, hè? We hadden in ons midden hadden mevrouw Kedu. En mevrouw Kedu, haar man, heeft het Baba en Mambi beeld ontworpen voor ons. Ja. En meneer Kedu is een paar jaar terug overleden. En u weet, vorig jaar hebben wij nog de straatnaam van Noordpolderdam. Is vernoemd nu naar Pandit Krishna Prasad Kedu, omdat hij een heel lange staatsdienst heeft ook. Hè. Ja, ze zegt de kinderen willen ook een foto maken. Wie zijn de kinderen? Komen jullie? Ja, er komt nog een meneer. De mensen die uit India zijn gekomen, die zijn niet gekomen voor hun eigen betere toekomst. Ze zijn gekomen om een betere toekomst te creëren voor hun kinderen en kindskinderen, dat zijn wij. En daarom moeten we die strijd niet vergeten, die zij geleverd hebben afgelopen 149 jaar. En die strijd moeten we voortzetten, tegen onrecht. En ja, we moeten terugkijken en leren trekken dat datgene wat daar gebeurd is, nooit meer gebeurt. Niet in de wereld. Niet in de regio, maar ook niet in Suriname. Ook niet die moderne vorm van slavernij. Ook niet die mensenhandel. En dat we daartegen een strijd moeten leveren. Er is nog een platform niet ver van waar Bab en Mai nu staan. Wat is dat? Ja, helaas. Vandaag aan de dag zo drie beelden daar staan van onze vrijheidsstrijders. Vrijheidshelden, Rajguru, Mathura en Ramjani. Maar helaas, door omstandigheden heeft dat nog niet plaatsgevonden. Maar alles is nu uitgewerkt. We hebben alles laten uitpluizen. We hadden geen toestemming van directoraat cultuur gekregen. Maar nu hebben we alles uitgewerkt.
En ik heb net een gesprek gehad met de president. Dat wordt uitgewerkt, dat die beelden liggen langer dan een jaar in het magazijn opgeslagen. Maar dat komt zeker nog goed, ja. Dat heeft de president ons beloofd. Ja, maar weten jullie waar het verzoek precies ligt van die drie beelden? Ja, we hadden het gericht. Nu gaat de president zich inzetten, neem ik aan, voor het beeld. De president gaat ons ontvangen om daarover te praten. En de president heeft wat stukken ook al bekeken en heeft dan, heeft zijn... De adviezen zullen door de organisaties gaan nu richting president. Want dat moet zeker goed komen. Ja, nee, ik had al bevestigd dat het zou komen vorig jaar. Maar toen kreeg ik inderdaad van de minister onderwijs dat er nog geen advies van cultuur was. En weet je, als je iets doet, dan is het namelijk voor ouders boven. Nou, we hebben gewoon dat je heen. Dat je elke dag, elk jaar goed kan herdenken zonder enige emotie. En vervelende gevoelens. Maar het komt goed. Maar laat het wel. Dank u wel. Gestegen de dag. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel.